Nou, een IPO is een initial public offering en dat is het eerste moment waarop een bedrijf aandelen verkoopt. Hey, mijn naam is Tim van langzaamrijken.nl en op mijn kanaal vertel ik je iedere week iets over beleggen, geld verdienen of geld besparen. Vandaag wil ik graag iets vertellen over een IPO, oftewel een beursgang. Wat is het nou precies? Waar moet je rekening mee houden? En enkele voorbeelden van IPO's of beursgangen die we het afgelopen jaar hebben gehad. Nou, een IPO is een initial public offering en dat is het eerste moment waarop een bedrijf aandelen verkoopt. Waarom doet een bedrijf dat? Dat doet een bedrijf om kapitaal op te halen, om die manier geld binnen te halen, om dat geld te gebruiken, om te innoveren eigenlijk in nieuwe technologieën of nieuwe technieken. En op die manier het bedrijf nog verder te laten groeien. Er zijn eigenlijk twee vormen van een beursgang. Allereerst de private of de privé verkopen. Dat betekent dat de aandelen alleen maar verkocht worden aan bepaalde mensen en de aandelen niet op de beurs komen. Dus het kan zijn dat de aandelen aan een groep investeerders wordt verkocht bijvoorbeeld. Het zal je misschien verbazen, maar er zijn een heel aantal grote bedrijven die, waarvan alle aandelen onder private eigenlijk investeerders vallen. Voorbeelden van zijn IKEA, Mars, maar ook Domino's. Dat zijn aandelen die je niet terug gaat vinden op de beurs. Daar kun je niet bij je broker een aandeel van kopen. Die zijn gewoon in handen van een geselecteerd aantal personen die aandeelhouder zijn van dat bedrijf. Nou, in deze video wil ik het vooral hebben over de public IPO's natuurlijk. De beursgangen die voor het publiek toegankelijk zijn. Dat zijn de beursgangen die voor jou en mij misschien wel interessant zijn, of misschien ook wel niet. Maar die in ieder geval in het nieuws voorbij ziet komen en waar mensen op inspelen en aandelen kopen of verkopen. Nou, allereerste vraag natuurlijk, zijn IPO's interessant? Op het moment dat een IPO uitkomt of eigenlijk dat een bedrijf laat weten van we gaan naar de beurs, dan komt dat veel in het nieuws. En zeker rond de periode dat daadwerkelijk de beursgang plaatsvindt, zul je heel veel nieuws vinden over het bedrijf. Je leest gewoon heel veel recensies, mensen die er wat van vinden. Is het wel interessant, is het niet interessant? En de algemene ervaring eigenlijk is dat een IPO vaak niet interessant is voor jou en ik. En hoe komt dat nou precies? De echte goede IPO's, de echt goede beursgangen zijn eigenlijk alleen maar beschikbaar voor investeerders die een hele goede relatie hebben met bijvoorbeeld de broker. Die krijgen vaak voorrang. Dus op het moment dat een heel goed bedrijf een IPO aanbiedt voor een hele goede prijs, zul je zien dat de grote gevestigde investeerders en investeringsmaatschappijen, dat die investeren in het bedrijf. En op het moment dat de IPO beschikbaar is van jou en ik, de retailbelegger of de particuliere belegger, dan is het vaak een IPO die of niet interessant is, of dan is de prijs al gestegen. Het is namelijk zo dat er een bepaalde IPO-prijs is, de beursgangprijs, en dat is de prijs die het bedrijf zelf bepaalt. Dus ze zeggen zelf, we hebben een x-aantal aandelen die we voor een x-bedrag willen verkopen, en dan kijken ze of mensen dat ervoor over hebben natuurlijk. Dan worden die aandelen verkocht, en vervolgens worden ze op de beurs verhandeld, en gaat de markt zijn werk doen, en gaat een prijs van de IPO omhoog of omlaag. Maar zoals ik al aangaf, de goede IPO's zijn voor ons als retailbeleggers eigenlijk vrijwel niet beschikbaar. En de IPO's die wel beschikbaar zijn, die zijn vaak minder interessant. Je leest ook wel eens de omschrijvingen. Een IPO is een moment waarop de eigenaren van een bedrijf die alles van een bedrijf weten, hun aandelen verkopen aan mensen die niks van het bedrijf weten. En dan kun je al afvragen, op het moment dat iemand die alles weet zijn aandeel verkoopt aan iemand die nog niks weet over het bedrijf, is het dan wel interessant om in te stappen. Betekent niet dat een IPO echt een no-go is. Ik weet het, het is interessant, er wordt veel over gepraat. Je kunt soms een gokje wagen, maar de vraag is of je dat wel echt moet doen. En op het moment dat je dat doet, doe dat dan verstandig en stop er niet te veel geld in. Nou, vervolgens een aantal voorbeelden van bedrijven die afgelopen jaren de beurs op zijn gegaan. In dit voorbeeld gebruik ik Adyen, Fastnet en de BNS Groep. Allereerst een aandeel dat het heel goed heeft gedaan, dat is Adyen. Adyen is op de markt gekomen voor een IPO-prijs van €240. De aandelen werden dus aan de eerste aandeelhouders verkocht. Dus het bedrijf verkocht zijn eigen aandelen voor €240. Als we dan kijken naar de markt, ik zal de grafiek er even bij pakken, zie je dat de prijs eigenlijk op €400 begonnen is. Dus de mensen die de aandelen via de IPO hebben gekocht, of de investeerders eigenlijk, waarschijnlijk niet veel retailers, die hebben het voor €240 gekocht en meteen op de markt werd het voor €400 verhandeld. Je hebt meteen een superhoge winst. Als we nu kijken, ik heb net even de koers gecheckt van Adyen.
Is ondertussen wel naar €701,80 gestegen. Dus een aandeel dat het super goed gedaan heeft, waar veel potentie zit, waar mensen ook veel potentie in zien. Dus dat is een voorbeeld van een aandeel dat het erg goed doet. Nou, een ander aandeel is Fastned. Fastned ken je misschien wel, dat is eigenlijk de eigenaar van de gele oplaadstations langs de snelweg voor elektrische auto's. Ook die zijn afgelopen jaar naar de beurs gegaan, waarbij de IPO-prijs op €10 lag. Als we dan nu naar de prijs kijken, hoe ze nu ervoor staan op de beurs, zien we dat ze €13,80 kosten. Nou, dan zou je zeggen, interessant hè, als ik in was gestapt op die IPO, €13,80, dan heb ik dus eigenlijk zo'n, precies 38% winst. Maar ik laat de grafiek even zien en dan zie je al dat de prijs de eerste dag super hard gestegen is, over de €40 heen. En bedenk je wel, enerzijds zie je onderin het volume, dus hoeveel er eigenlijk gekocht en verkocht is. Zie je dat de eerste dagen er gewoon ontzettend veel verhandeld is. Bedenk je wel dat daar mensen zijn die het verkocht hebben voor boven de €40, maar ook mensen die het gekocht hebben boven de €40. Die IPO van €10 is natuurlijk maar een beperkte oplage, dus op het moment dat ze de beurs op gaan, dan kunnen jij en ik eigenlijk het aandeel kopen. Nou, voor hetzelfde geld had je het aandeel gekocht op €40, omdat je zag dat het zo hard omhoog ging. Je denkt, oh, dat is een buitenkantje. En dan had je nu dus zo'n 75% verlies gehad. Let dus heel erg goed op, op het moment dat je meedoet aan zo'n IPO, dat je niet te veel geld investeert. Ik blijf het toch zeggen, had je hier bij wijze van spreken de helft van je vermogen in gestopt en 75% verlies, ja, dan gaat het natuurlijk gewoon heel erg hard omlaag en dat moet je eigenlijk niet willen. Tot slot nog BNS Groep, ook afgelopen jaar een beursgang gehad. De IPO werd verkocht op €14,50. Als we kijken naar de koers nu in december, heb ik ook net even gekeken, staat de koers op €9,77. Dus ook daar zie je dat je redelijk wat verlies had gemaakt. Dus ook weer een voorbeeld dat het niet altijd roze geur en maneschijn is en dat het altijd maar een pot goud is. Als we daar ook even naar de grafiek kijken, zien we dat de grafiek langzaam maar zeker steeds verder omlaag zakt. Niet hele grote uitschieter, hoewel het wel redelijk volatiel is, maar niet zo'n grote uitschieter als bij bijvoorbeeld Fastned. Maar dit laat wel zien dat niet altijd een beursgang per se ondergewaardeerd hoeft te zijn en altijd alleen maar extra geld hoeft te betekenen. Nou, ik hoop dat deze video jou heeft uitgelegd en heeft geholpen om iets beter te begrijpen wat een IPO is, een beursgang in Nederland. Voordat je gaat inmengen in een beursgang, weet gewoon dat je heel goed moet opletten en goed moet weten wat je doet. Zorg dat je niet te veel geld investeert. Er komen wel weer leuke bedrijven aan die op dit moment wachten eigenlijk totdat de beurs er iets beter voor staat. Maar denk aan een Hunkemöller of een Arriva, die willen eigenlijk ook naar de beurs gaan. Dus die zullen de aankomende maanden of jaren in ieder geval ook wel gaan volgen. Dus houd het in de gaten. Het is leuk om te kijken wat zo'n aandeel doet. Maar wees verstandig, investeer niet te veel en ga vooral niet mee in de euforie en het optimisme dat wat er vaak rond zo'n IPO is. Waardoor je eigenlijk vaak uiteindelijk op het hoogste punt koopt en het aandeel steeds verder terug ziet zakken. Er is nog geen geschiedenis van het aandeel. Er is nog niet echt een daadwerkelijke marktwaarde bepaald. Dus zorg dat je op je hoede bent. Wil je nou meer weten over beleggen, geld verdienen of geld besparen? En ben je geïnteresseerd in mijn video's? Abonneer je dan even op mijn kanaal en dan blijf je op de hoogte van de laatste video's. Dan hoop ik je snel terug te zien in een van mijn volgende video's. Tot dan!